Hallo lieve schatten, wat leuk dat jullie weer kijken bij deze nieuwe video. Alle nieuwe kijkers, hartelijk welkom en ik hoop dat je hier blijft plakken. En doe je dat als je deze video nou leuk vindt, klik dan ook even op het abonneren. Is hartstikke gratis en help je mij heel erg mee. Dus dat zou ik heel erg lief vinden. Het is alweer een poosje geleden dat ik heb gefilmd. Ik heb even een kleine break genomen, daarin vertel ik je meer over in een nieuwe podcast. Ik wil hier gewoon lekker snel gaan beginnen. En ja, het voelt wel weer even een beetje onwennig om te filmen. Maar dat gaat goed komen. Ik wil jullie wel in ieder geval nog een fijn nieuwjaar wensen. Het is een beetje aan de late kant. Maar ja, ik heb het druk gehad met andere dingen. En ik hoop dat jullie een heel fijn nieuwjaar mogen hebben. Dat al jullie dromen uit mogen komen. En ja, dat het een mooier jaar mag worden dan 2022. Ik ga jullie vandaag laten zien wat ik allemaal gehaakt en gebreid heb in 2022. Het schilderen en het borduren laat ik even links liggen. Dus ik focus me hier nou alleen even op het haken en het breien. Normaal laat ik jullie alle items zien die ik heb gemaakt. Maar vandaag doe ik het alleen met foto's. En heb ik één item wat ik nog niet gefotografeerd heb, maar wel in 2022 heb afgemaakt, nog net op het randje. Maar die jullie nog helemaal niet op Instagram of Revly hebben gezien. Linkjes naar mijn Instagram en Revly pagina, dat staan hieronder in de beschrijving. Dus kijk daar zeker even rond als je op de hoogte wil blijven van alles wat ik aan het maken ben. Voordat we van start gaan, wil ik jullie ook nog even dit meegeven. Afgelopen jaar was het de bedoeling om veel kleding te kunnen gaan maken. Maar ja, ik heb gewoon heel weinig tijd gehad door ja, dat ik toen nog een baby in huis had. En ik merk dat ik nu veel meer haak- en breitijd terugkrijg. Ik heb al veel meer gedaan dan het afgelopen jaar. Dat gaan jullie ook zien in de volgende podcast. En ik heb veel wilde plannen, dus ik denk dat het volgend jaar een hele grote video gaat maken van alles wat ik heb gebreid en gehaakt dit jaar. Dus we gaan het zien, maar ja, dit jaar is het niet zo heel veel bijzonders. Maar ja, het ene jaar is het andere niet. Laten we gaan beginnen. Ik pak mijn Instagram pagina even bij, want daar zet ik altijd alle foto's op van de dingen die ik heb gemaakt. En dan heb ik ook meteen de datums erbij en wat ik ervan vond. We beginnen bij 9 januari, wou bijna februari zeggen, 9 januari. Toen heb ik dit olifantje gehaakt. Dit olifantje is voor mijn neefje, wat toen net geboren was, of bijna geboren werd. Ik durf het even niet meer zo te zeggen. Ja, deze bijtring die ik al ontzettend vaak had gemaakt, waar ik ook ooit een tutorial van op mijn kanaal had die het ontzettend goed heeft gedaan. Maar er kwamen zoveel gezeur onder die video's dat ik die weg heb gehaald. Dus die kun je niet meer vinden. Maar ja, het olifantje heb ik gemaakt van het garen durabel korrel in 43 taupe. En haaknaald nummer 2,5 en de hoeveelheid die ik daarvan gebruikt heb van dat garen is maar een half bolletje. Dan gaan we naar 9 februari, dus precies een maand later. Toen heb ik deze prachtige top gemaakt van Made by Jori, oftewel Jori Wagenaars. De top die heet de Claudette top, dus die kun je ook gewoon vinden op Revly. Eigenlijk alles wel wat ik hier benoem, tenzij ik het er niet bij benoem. Ja, het was een super goed uitgeschreven patroon. Ik heb er 2 gemaakt, dus de volgende zullen jullie ook zien. En ik merk dat ik ze ook de laatste tijd weer meer bij begin te pakken. Ik combineer ze nu ook met blazers. En ja, ik heb er eerst een poos niet meer naar omgekeken, omdat ik de bandjes net wat te lang had gemaakt. Ik heb ook een podcast online staan waarbij ik gewoon op een gegeven moment moest blurren, omdat mijn borsten er bijna uitvielen. Ja. Dat hoeft van mij niet. Maar hoe ik het nu heb opgelost is, ik doe er gewoon een topje onder. En daar overheen doe ik deze Claudette top. En dan is het echt helemaal prima. En op die manier heb ik hem ook al heel veel gedragen.
Nou ja, de Claudette top dus van Made by Yori. Ik heb hem gemaakt met haaknaald 3 mm. Het garen wat ik heb gebruikt is een scheepje swirl. En in de kleur Jade Jim Jam 560. En de maat die ik hierbij heb gemaakt is maat ML. Nou ja, en het feit dat ik er 2 heb gemaakt, dat zegt al genoeg. Want ik hou er niet van om iets 2 keer te maken. Daarom maak ik eigenlijk ook geen knuffeltjes meer. Omdat ja, 2 benen, 2 armen, 2 oren. Doe mij maar gewoon elke keer wat nieuws en verfrissend. Dus het feit dat ik deze top vaker heb gemaakt zegt A, dat het patroon leuk is om te maken en duidelijk. En B, dat ik er gewoon heel blij mee ben en het draagcomfort goed is. Ik zou dus alleen, zou ik hem een derde keer maken, wat ik zeker niet uitsluit, de bandjes iets korter maken. Zodat hij net wat hoger valt. Ja, ook heb ik deze net een beetje in een te grote maat. Ik zat heel erg tussen 2 maten in. En toen heb ik dus voor een ML gekozen. En ik had eigenlijk gewoon prima een kleinere kunnen maken. Dat heb ik bij de volgende ook gedaan. Dus dat is een tip. Meet jezelf goed op. En zit je net op die twijfelgrens, zou ik bij deze kiezen om een maatje kleiner te maken. En officieel hoort er een sierrandje omheen. Gewoon een klein randje. Maar ik vond dit zo mooi al dat ik dat er niet omheen heb gedaan. En dat heb ik bij de volgende ook niet gedaan. Dus wil je het in zijn geheel zien hoe dat er dan uitziet? Kijk dan even op de Ravelry pagina van Made by Yori. En dan de volgende Claudette top. Die had ik af op 6 maart. Dus ook alweer vrij snel. Zeker gezien hoe weinig tijd ik toen de tijd had om te haken. Dus dat zegt ook al genoeg. Vind ik het trouwens een beginnerspatroon. Ja, het is heel duidelijk uitgelegd. Maar misschien voor een beginner kun je beter beginnen met een t-shirt of iets dergelijks. Dan met de panden bezig te gaan. Want dit wordt apart van elkaar worden de straps gemaakt. Die ga je dan op een gegeven moment weer verbinden. En ja, ik denk dat dat deel een beetje tricky kan zijn. Als je net aan het haken bent, maar heb jij al een shirt gehaakt of wat dan ook, of een vest, trui, dan kun je deze zeker maken. Deze tweede top heb ik gemaakt met haaknaald 3 mm en hier ben ik dus gegaan voor een maat M in plaats van ML. En deze sluit gewoon echt veel beter aan. Dat, ja, dit is voor de Claudette top is de M mijn maat. Het garen wat ik hiervan heb gebruikt, dat is Hobby Dream Color in de kleur 07. En dit is een 100% wol soort. En ik had verwacht dat het misschien ging kriebelen als het zo warm was. Omdat dit toch een zomerse top is. Of ja, dat ik de uitslag van zou krijgen, want ik kan niet goed tegen wol. Maar het ging hartstikke goed. Ik probeer echt mijn lichaam op merino en op wol te gaan trainen. Want daar krijg ik dus wel veel jeuk van. Maar tot nu toe gaat alles heel goed. Alleen tijdens het haken of breien heb ik wel heel erg last van jeukplekken en blaartjes op mijn handen. Nu zijn mijn handen sowieso wat gevoelig. Ik heb ook nooit meer mijn ringen om. Want zodra ik mijn ring om doe, dan begint mijn... hoe heet het ook alweer? Ik kan niet meer op de naam komen. Ja, ik krijg dan van die schilfertjes, weet je wel. Daar heb ik ook een plek van op mijn been. Ik kan gewoon niet meer op de naam komen. Maar ik wil mijn ringen voor mijn verjaardag allemaal laten inkorten, zodat ze weer om kan. Want ze zijn me allemaal veel te groot geworden, omdat ik zoveel ben afgevallen. En ik hoop dat het dan weer goed gaat. Maar het gaat dus op het moment hartstikke goed met dit dragen. Dan heb ik op 12 maart een paar sokken voor mezelf gemaakt. Dat was het eerste paar sokken sinds lange tijd weer die voor mezelf waren. Het garen dat ik heb gebruikt, dat is van Dutch Wool Diva. Op de Diva Sockstar basis. In de kleur Spotted Rose en naalden 3 mm. Ik heb het al wel vaker benoemd. Was hier meer garen van geweest. Ik had de laatste streng. Dan had ik er zeker een top van willen maken. Want ik vind het garen echt prachtig. Als sokken garen vond ik ze niet zo fijn. Ze waren erg elastisch.
wat met breien ontzettend fijn was, want het voelde heel zacht aan. Maar ik merkte toch ook dat deze sokken wel heel snel gingen lubberen en ja, om mijn voeten draaien, terwijl ik dat normaal niet zoveel last van heb. Als ik elke keer naar beneden kijk, dat komt omdat ik hier mijn mobiel met mijn Instagram pagina en alle informatie hieronder heb. Zodat ik weer even helder heb. Ja, maart, dat is al zo lang geleden, wat ik er allemaal van vond. Ook heb ik in dit paar sokken een foutje gemaakt. Dat heb ik ook laten zitten. Ik vind het nooit zo erg. En anders zal zich er misschien aan irriteren. Ik niet. Ik heb zo random ineens ergens een boordsteek tussendoor gedaan. Terwijl ik al lang met de been bezig was. Dus ja, hoe ik dat heb gehad, I don't know. Maar ja, dat happened. Dan gaan we door naar 25 maart. En ik weet nog dat ik deze mooie haarband... eigenlijk is het een oorwarmer, maar ik gebruik hem als haarband, dat ik die lekker in het zonnetje heb gehaakt. En ik weet ook nog dat mijn man toen op een gegeven moment, toen ik net de draadjes aan het wegwerken was, belde of die Sascha op kon halen met een vrachtwagen, dat ze een rondje mee mocht rijden. Zo gek hoe sommige herinneringen dan aan één bepaald werkje kleven. Terwijl, ja, hij doet dat wel vaker. Maar ik had mezelf zo nog zien zitten. Sjors die lag lekker op bed te slapen. En ja, grappig is dat eigenlijk, hè. Ik vind hem heel leuk. Hij zat ook heel goed. Ik heb hem nog steeds. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem nooit gedragen heb. Ik heb hem van acryl gemaakt. Nou ja, in die hitte is niet fijn om je hoofd. Ik heb bij truien en shirts van acryl nooit zo last. Maar om mijn hoofd merkte ik dat het al snel begon te jeuken. En ik vond hem ook net wat te dik en te lomp voor in mijn haar. Maar ik vind hem wel beeldig. Dus ik heb hem nog steeds niet weggedaan. Maar ik kan me indenken dat hij bij de volgende ronde dat ik mijn spullen naar de kringloop breng, wel meegaat in de kringlooptas. Dus mocht jij me heel mooi vinden en hem graag willen, mag je me ook een berichtje doen. Dan doe ik hem naar jou op de post. Het patroon heet de Cable Ear Warmer. En het ontwerper is Jenny Katavo. Katavo. Ik heb geen idee, jongens, hoe je dit uitspreekt. Ik heb hem gemaakt met haaknaal 3 mm in het garen van Scheepjes Roma. In de kleur 1665. En ik meen me te herinneren, dit is een hele mooie neonroze. Maar dat het garen niet meer gemaakt wordt. Dus als je het ergens kunt vinden, heb je denk ik echt geluk. En ik heb hem in maat 10/woman gedaan. Dan op 14 april maakte ik deze prachtige uil. Het is me ook al gevraagd door een vriendin van mijn tante of ik er nog één voor haar wou maken. Ik heb toen ja gezegd, maar uiteindelijk heb ik gezegd, nee, ik ga het niet doen. Ik had er geen zin in. Ik zag er tegenop. Ik ben niet zo goed in cadeautjes maken, behalve voor mijn moeder. Die weet ik dat zij heel erg houdt van mij gemaakte sokken. Dat ze ook daadwerkelijk draagt. Maar nee, ik heb je dus uiteindelijk op nee gezegd. Maar dit is deze prachtige uil voor mijn tante. Mijn tante is helemaal mal van uilen. En ja, zoals ik wel vaker heb verteld, mijn tante die heeft een speciaal plekje in mijn hart. Dus toen ik op Revly aan het scrollen was en dit patroon tegenkwam, toen wist ik meteen dat ik die ging kopen en maken voor mijn tante. Mijn tante had zelf nog van die takken. Ja, wij noemen ze volgens mij kattenstaarttakken. Die heeft ze meegenomen. En ja, de rest heb ik eigenlijk voor de tijd gemaakt, alleen de pootjes die om de takken klemmen, die heb ik gemaakt terwijl mijn tante er was, zodat ze meteen mee kon nemen. Het patroon heette All Wall Hanging. All Wang Wall Hanging. De ontwerper is Kayla Shea. Ik heb hem gemaakt met haaknaald 4,5. En het garen, dat zijn een restje geweest van Saskia Wol of van Royal. Ik kan me herinneren dat ik hier ook nog geen bol voor gebruikt heb. En ja, hij hangt met trots bij mijn tante. En ja, mag ik het van mezelf zeggen? Ik vind hem echt prachtig. Een van de mooiste werken dit jaar wat ik heb gemaakt. Afgelopen jaar. Dan gaan we verder naar 24 april. Ik was goed op de race, jongens.
knalden ze het er toch achter elkaar uit. Terwijl ik dacht dat ik niet zo heel veel had gemaakt. Komend jaar gaat wel het jaar van de kleding worden. Ik heb ook mijn eigen call opgestart. De MBJ call 2023. Mal moet ik zeggen. MBJ mal 2023. En daar mag je alle gehaakte kleding items of ja, kleding accessoires aan toevoegen. En dan kun je prijsjes winnen heel het jaar door. Wil je daar meer over weten, dan kun je even mijn aankondiging video daarvan vinden op mijn YouTube kanaal. En die even kijken. Je kunt het hele jaar instappen. En leuk als je meedoet. Maar een paar sokken voor mijn moeder. Volgens mij heeft ze deze nog, draagt ze die nog. En dat is bijzonder, want mijn moeder draagt ze elke dag. De sokken die ze voor mij kreeg. Dus vaak worden ze tot op de draad toe versleten. Het garen is Traps Fabelprint. En daar heb ik meerdere bolletjes nog van in me zit. En die hebben er altijd gelegen. Ze leken mij niet zo leuk. En ik liet mijn moeder kiezen welk garen ze graag wou uit mijn voorraad. En ze koos die. En toen dacht ik van, ach, daar heb ik zo geen zin om mee te breien. Maar goed, het is mijn lieve moedertje, dus ik doe het. En ze kwamen er gewoon verrassend leuk uit. Ik ben heel erg verbaasd over het resultaat. En ik vind het nu ook veel leuker vooruitzicht om met de andere bolletjes daarvan te mogen breien. Maar goed, Drops Fabelprint, de kleur 672. Samenstelling is 75% wol en 25% polyamide in de breinaalden nummer 3 mm. En Drops Fabelprint is ook een heel goedkoop sokkengaren. Dus, en ze draagt ze al heel lang elke dag. Dus sla je slag. Dan gaan we helemaal naar 5 juli. Toen heb ik een restje steken in de Granny Stripe Stitch gemaakt. En die had ik voor buiten, voor onder de overkapping. Ik heb hier verder geen tutorial of patroon voor gebruikt. Ja, als je weet hoe de Granny Stripe werkt, dan kun je dit maken. Allemaal restjes acrylgaren. Verschillende diktes ook, waardoor die een beetje wavy is. Maar hij was voor buiten, dus ik denk, ja, boeien. En wij zitten graag buiten s'avonds onder de overkapping als het mooi weer is. We hebben een hele grote U-bank gemaakt. Echt een loungebank waar je met z'n allen op kan liggen. Echt heerlijk. En daar zitten we dan, ik zit daar dan te breien, te haken. En mijn vader, jongens, waar ben ik mee bezig? Mijn man kijkt dan vaak tv. We hebben er een tv hangen. En ja, s'avonds kon het wat frisjes worden. En dan deed ik de kleed lekker over. En ik moet zeggen dat het kleed dankbaar wordt gebruikt. Want ik heb hem daarna uitgewassen toen het kouder werd. En nu ligt hij over mijn bed. En heb ik hem 's nachts over mijn benen liggen, over de deken. Ja, allemaal restjes. Dus veel meer kan ik je daar niet over vertellen. Best wel wat projecten wat ik uit heb gehaald dat ik zo tegenkom. Onder een gebreid shirt en een gehaakte trui. Ik wil binnenkort ook een trui weer gaan breien. Haken. Ik ben met een shirt bezig om te breien. Maar een trui haken. Dus ik ben benieuwd. Naar 18 september. Dus daar zit een flinke tijd tussen. En daar schrijf ik ook bij dat ik over deze sokken, dat ik nog nooit zo lang heb gedaan over een stel sokken breien. Dit heb ik gemaakt met allemaal restjes van sokkengaren. En ik wou wel dat ze matchten. Dus ik heb de strepen uit dezelfde bolletjes gehaald. Maar omdat ik met veel print werk qua sokkengaren, zijn ze toch heel verschillend. Daarom heb ik de hakken en de teen en het boord gemaakt van de Diva Spotted Rose. Van de vorige sokken die je hebt gezien. Zodat ze wel een beetje matchy waren. Want anders krijg ik echt een error in mijn hoofd. En ja, kan ik niet zo goed tegen. Het moet wel bij elkaar horen. Echt mensen die twee verschillende sokken dragen. Ik snap het niet. Ik heb deze sokken nog. En ik draag ze ook wel. Maar het zijn zeker geen favoriete sokken. En wel de sokken die ik het minst graag draag. Dus als allerlaatste pak. Als de rest van de sokken nog op een wasbeurt aan het wachten zijn. De patronen van alle sokken, dat is gewoon een familierecept en dat ga ik jullie niet vertellen. Ook geen tutorial van maken, hoe vaak het ook gevraagd is. Ja, het is gewoon mijn geheime familierecept van mijn oma en ja,
Nee, ik wil het gewoon niet delen. Ik deel veel met jullie, maar dit gewoon niet. Sorry. Het is gewoon een basic vanille sok. En als je dat opzoekt op Revly vanille soks, dan krijg je heel veel dezelfde soort sokken. Dus daar kun je ook wat mee uit de voeten. Het garen is dus allemaal restjes sokkengaren, behalve de hakken, tenen en boord. Dat is dus Diva Spotted Rose. Nou ja, dat was ook een restje van de streng wat ik over had. Maar ja, dat weet ik nog wat ik daarvoor heb gebruikt. De naalden heb ik verwisselbare Knit Pro Symphony voor gebruikt. En ik heb er niet bij gezet welke maat. Maar ik denk 3 mm, want daar brei ik ze bijna allemaal op. Dan komen we al een beetje aan het einde van het jaar. Waarin ik heel veel sjaals heb gemaakt. Echt, ik kan geen sjaal meer zien. Ik heb er nog één op de naald staan voor mijn dochtertje. Maar die staat even op pauze. Ze heeft nu elke keer mijn calls om. En die passen haar ook goed. En staat super lief. Dus ze gaat niet met de koude nek naar school. Maar ja, ik kan niet beloven dat ze voor de winter af is. Deze eerste sjaal van die hele reeks van 6 is voor mijn nichtje Vienne. Al heeft Sinterklaas ze gevraagd aan mij. Dus ja, Sinterklaas heeft gevraagd of ik ze wou maken. Want hij was te druk om te haken. Dus zodoende. Ja, mijn zus die vroeg of ik voor haar en de kindjes een sjaal wil haken. En mijn moeder wou er ook graag een. Dus ze hebben allemaal dezelfde gekregen. Shorts heb ik er een gehaakt. En Sasha die heeft het garen voor haarzelf uitgekozen. En daar ben ik dus nog mee bezig. Het is een heel makkelijk patroon wat snel wegwerkt. Het is van het YouTube kanaal Doe Het Jezelf ideeën. En dan heet hij volgens mij de... Heb ik dit opgeschreven? De mooie wintersjaal haken. Het is gewoon een gratis videotutorial. Dus die kun je opzoeken. Voor beginners zou ik niet doen. Want ze laten niet echt zien hoeveel los je aan het begin gebruikt. Bij welke steek je dan in moet steken. En welke je niet moet meerekenen. Dus wat dat betreft zou ik zeggen. Pas deze even totdat je dat zelf een beetje kan inschatten waar je dat bij nodig bent. Maar anders is het verder een hele makkelijke sjaal. De opzet heb ik gedaan 179 lossen plus 2. Dat zijn dan de keerlossen. En dat vond ik een perfecte lengte voor een kind. Dus die heb ik ook meer gebruikt voor de andere kinderen. Maar ik zal bij elke sjaal even zeggen hoeveel ik daarvoor heb opgezet. Het garen is scheepjes kollencrafter. Dat heb ik bij alle sjaals gebruikt. Dus dat hoef ik niet elke keer te benoemen. De kleuren zou ik wel apart benoemen. De scheepjes kollencrafter in de kleur 1257 Hilversum. Dat is een 100% acryl garen in haaknaald 4 mm. En ze dragen ze allemaal heel veel. Dus dat is ook heel leuk om te zien. Even kijken, dan komt er een schilderij dat ik af had tussendoor. Dan op 2 november heb ik die van mijn neefje Savian afgemaakt. Ook allemaal in haaknaald 4 mm. En hetzelfde garen dus in de kleur 1829 Wilnis. En de foto's laten de kleur niet echt goed zien. Maar het zijn hele aparte kleuren. Echt prachtig. Ze staan echt prachtig. Maar ja, het is moeilijk om op de camera te vangen. Dan een project wat ik op 5 november al had afgemaakt. Maar later heb gepost. Dat is deze poncho. Ja, ik had een maat kleiner moeten gebruiken om het boord mee op te starten. Want nu klapt hij dus elke keer om, omdat ik dezelfde maat breinaald heb gebruikt als de rest van het patroon. Ja, waardoor ik hem eigenlijk ook niet draag. Wat zonde is, want ik vind hem wel prachtig en hij zit heel lekker. Maar ik heb gewoon echt haat aan die omflappende rand. En daar kan ik inderdaad nog wel wat aan doen. Ik heb de eerlijkheid biedt mij te zeggen dat ik de draadjes ook nog steeds niet weg heb gepakt. Dus
misschien dat hij ook meegaat naar de kringloop. Ondanks dat ik hem heel mooi vind. Dus ik kan het nog niet met zekerheid zeggen. Misschien dat ik hem dit jaar toch nog even oppak om de draadjes af te hechten. En stiek in het randje te gaan doen. En ja, kijk hoe het zich dan houdt. Maar ik vind hem wel prachtig. Ook zeker voor een beginner is dit patroon heel goed te volgen. Het is een heel makkelijk patroon. Waardoor je hele basissteken toch ook goed kan leren. De naam van deze poncho heette 27 Collar Snoot. Dus eigenlijk 27 Collar Snoot. De ontwerper is Bobby in het Veld. Het gebruikte garen, de bruine, dus de main color, dat is Saskia 9839-2 bruin. De rode kleur, de streepjes, zijn Scheepjes Color Craften in de kleur 1246 Maastricht. De paarse kleur, dat is Schachemeyer Bravo Originals 08303. En de roze is een restje waarvan ik vermoed dat het een Saskia is. De samenstelling van al dit garen, dat is 100% acryl. En de rondbruin al die ik heb gebruikt, dat is 6 mm van een Knit Pro Zien. En ja, zeker een aanrader om te maken, maar gebruik dan wel even een breinaald kleiner voor de boordjes. Ook bij de hals heb ik ook niet gedaan, waardoor het ook openvalt. En ik vind eigenlijk dat dit wel iets zou zijn wat wel in het patroon moest staan. Want ik kan me niet voorstellen dat andere mensen daar geen last van hebben. Ergens in het begin van de patronen heb ik ook een foutje ontdekt bij een van de collar streepjes rondes volgens mij, van de meerdere rondes. Maar die is heel makkelijk op te lossen en kan iedereen. Ik hoor dat mijn kinderen thuis zijn gekomen met mijn man. Dus ja, die heb ik dus afgemaakt op 5 november. Dan gaan we naar 24 november. En toen heb ik nummertje 3 van de shells ook afgemaakt. Deze was voor mijn zus. En daar heb ik dus ook andere hoeveelheid voor opgenomen. Dit keer heb ik 220 lossen opgezet plus 2. En dat is een prima aantal om hem twee keer om te kunnen slaan. Maar ook één keer mooi te kunnen dragen. De kleur 1084 Hengelo. En die kleur staat er prachtig. Daarna heb ik op, even kijken, 4 december nummertje 4 afgemaakt. En die was voor mijn moeder. Die heb ik in de kleur 1009 Utrecht gemaakt. Toen was George aan de beurt. Daar heb ik 150 lossen plus 2 keer lossen voor opgezet. Omdat ja, hij heeft een dreumesmaatje. Hij is bijna geen dreumes meer. Hij wordt bijna jarig, 2 jaar. Maar daar heb ik dus de minste hoeveelheid lossen voor opgezet. Een kleurnummer 2005 Oostende. En dan komen we aan bij het laatste item. Waarvoor ik eventjes naar Revelry moet gaan. Om te kijken wanneer ik die af heb gemaakt. Want deze dame die heeft nog geen foto's gemaakt. Dus ik heb hem nog niet op Instagram gezet. En ook nog niet op Revelry die affoto's. Daar heb ik hem al wel op finished gezet. Dus vandaar dat ik hem terug kan vinden. Maar ja, ik moet het dus nog allemaal even op Instagram gaan invoegen. Hiermee ben ik begonnen op 7 augustus en ik heb hem afgemaakt op 30 december. Hier zat echt heel veel tijd in en ik weet nu ook waarom. Ik dacht dat ik gewoon sloom breide, maar ik ben er inmiddels achter door video's van anderen te kijken dat ondanks dat ik op de Engelse manier brei, ik sneller ben dan mensen die continentaal breien. Maar ik heb hem in een heel dun garen gebreid. Ik moest heel veel dingen leren, dus elke keer een stukje uithalen, overnieuw beginnen. Dus ja, op die manier heeft het heel lang geduurd. Ik ben nu met een ander shirt bezig. Ik heb al veel meer af dan dat ik hier denk ik 3 maanden over heb gedaan. Terwijl ik hem in een week geleden volgens mij zo'n beetje op heb gezet.
Maar dat gaat om, even kijken wat de voor- en achterkant is. Een tip, laat er altijd even zo'n afhechtdraadje aan zitten. Dan weet je altijd wat de voor- of achterkant is, zonder dat je moeilijk hoeft te doen met labeltjes maken. Maar dit is hem geworden. Jullie hebben hem al heel vaak in een podcast gezien. De Notice Spring T-shirt. Er zit een kantwerkje tussen, maar eerlijkheid biedt mij te zeggen dat ik hem nog niet geblokt heb. Dus het kantwerkje staat nog niet open, waardoor het nu haast lijkt door de kleurstrepen alsof ik foutjes erin heb gemaakt. Maar die streepjes die moeten er dus in. Ik weet niet zeker of ik dit garen er weer voor zou gebruiken. Doordat het zelfstrijping is, valt het kantpatroontje niet zo mooi op. En net wat ik zeg, lijkt het toch alsof je een foutje hebt gemaakt. Desalniettemin vind ik de kleur heel mooi en hij zit goddelijk, echt perfect. Zeker voor een eerste shirt ben ik erg tevreden. Hij verdraaide boordsteken, wat een pain in the ass was. Op een gegeven moment had ik echt, vooral bij de onderkant, ik had zulke zere vingers. En ik was blij dat ik hem af kon hechten. Wat kan ik hier nog meer over vertellen? Het garen wat ik ervan heb gebruikt, dat is Lana Crosta By My Fine Hand Dyed. In de kleur 704. En dat garen komt van Koperdraadje uit een verrassingsbox die je ook nog steeds kan bestellen. Ik heb ze gemaakt op breinaalden 325. Heb ik de hals opgezet, want het is een bottom-up. Of nee, een top-down. Dus je begint bovenaan en breidt dan naar beneden. En de rest van de top heb ik gemaakt in een 3,5. Het patroon heet dus de Notice Spring en het is van Anke Strik. Ik raad je deze zeker af. Ik heb hem trouwens in maat L gemaakt. En de foto's ga je vinden op mijn Ravelry pagina bij de projecten en op mijn Instagram. Dus wil je hem aanzien, kun je daar nog even zien. Ik heb een maat L en dit vind ik zeker geen beginnersproject. Ik heb hier heel veel hulp en uitleg bij gehad van Star Stitch Studio van Esther. Dankjewel lieve Esther als je dit ziet. We hebben heel veel geappt en ik heb je echt moedeloos gemaakt, maar je was er altijd. En ja, echt super lief dat je me zo geholpen hebt. Het chart wat hierbij hoort is gewoon super ingewikkeld en niet één die je in andere breipatronen tegenkomt. Als je eenmaal weet hoe die werkt, dan is het makkelijk te doen. Maar het is echt een struggle om uit te vinden. En Esther zei ook van, ja, dit zijn eigenlijk geen normale charts. Zoals ik die nu bij een kantwerken top wat ik aan het maken ben, wel heb. Dat is gewoon de standaard bright chart, de teltekeningen. En dat werkt hartstikke makkelijk, maar dit zeker niet. En echt hulp kreeg ik ook niet van de designer. Dat kreeg ik gewoon te horen, zoek het maar uit op Ravelry, want daar heb je een groep en dan kun je daar je vraag stellen, terwijl ik dacht, nee, ik betaal jou voor dit patroon. Ik snap dat je niet direct bericht kan terugsturen van hoe en wat. Allemaal goed, maar ik ga geen groep aanmaken of een vraag stellen. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar gelukkig nogmaals was Esther er. Ik ben wel echt ontzettend blij met hem en ik ga hem zeker veel dragen. Ik heb de struggle gehad dat ik in het rondbreiden en op een gegeven moment die beginstukjes niet zo mooi waren. Ik had daar erg losse steken zitten, maar ik heb hem eerst geprobeerd om op te nemen met een haaknaald. Dat ging heel goed, maar ik vond de steek dan niet zo goed staan. Dus je kunt het nog wel een beetje zien. Dit is de voorkant. Hier heb ik hem opgenomen met een draadje in de groene kleur en vastgezet met naaiwerk. Ja, je kunt het hier dus wel een beetje zien. Dus ik weet ook niet of ik hem ga blokken, want dan gaat het wel opvallen. Maar mijn moeder zei toen ik hem aan had dat het haar totaal niet is opgevallen. Waarom zeg ik gevouwen? Opgevallen. En hier heb ik datzelfde gedaan met het afwerkdraadje. En ja, dit zie je eigenlijk helemaal zo goed als niet meer terug aan de achterkant. Hij heeft ook, ze noemen dat faux seaming, nepnaden.
Als je ziet. Maar eerlijk gezegd zou ik die een volgende keer gewoon lekker weglaten. Want dat heeft... Ja, ik vind het niet per se heel mooi. Zo te horen is mijn zoontje er niet mee eens dat hij naar bed gaat. Ja, ik ga hier meer over vertellen in een volgende podcast. En dan wil ik je bij deze bedanken voor het kijken. En hoop ik je snel weer te zien op mijn kanaal. Doei doei!